Wat gaat er vandaag gebeuren? We gaan hier vandaag autocross houden van Gele Drakencross. Voor ons derde keer. Sinds tijd weer, achter corona nou weer. Ik zit op de jurywagen vandaag. Ik ben jurylid en dan gaan mijn auto staan, rondjes staan. Dan komt het helemaal goed. Vandaag hebben we de autocross van de Gele Draak. Dus auto's, brommers en we hopen op een gezellige dag. Ik ga vandaag met de cross autocrossen. Dat heb ik eerder gedaan. Mijn stiefvader doet ook mee met dezelfde auto als ik. Dus omste beurt, ja. Toch? Nee, ik rij met de crossauto. Ja, ik rij met de crossauto. Nee, motor is niks voor mij. Dat gaat hem niet worden. Als zelfstandige, dat is levensgevaarlijk. En wat voor auto rijdt u? Ik rijd een Mazda MX-3. Dus ja, er zit een rolkooitje in. Voor de rest is er niet echt veel aan gebeurd. Ja, het achterkantje is straf, maar dat gaat wel goed komen met dat autootje. Wat gaat er vandaag met jullie gebeuren? Hopelijk zo min mogelijk. Autorijden. Hopelijk niet op zijn kant komen. En een beker pakken natuurlijk. Ja, ik hoop voor mij hetzelfde. Maar volgens mij zijn mijn vriendinnetjes een stuk beter ondertussen. Want voor mij is het nog maar de eerste keer dat ik mag gaan rijden. En u doet al vaker mee? Nee, het is mijn tweede keer. Dus het valt mee. Valt mee. Maar het is 3 jaar geleden, hè, met corona. Ja, ik denk ondertussen al 4 jaar geleden. Dus. Vandaag gaan we weer een dagje crossen. Wij zijn dat gewoon, dus wij gaan regelmatig crossen bij ons in België. Maar het is de eerste maal dat we naar Nederland komen. Wie gaan er precies crossen? Mijn zoon en een vriend van ons. Maar normaal gezien rijden we met 4 auto's. Normaal gezien rijdt mijn dochter ook met een auto, maar vandaag rijden we niet tussen. Maar met 2 auto's vandaag. Voor mij is het mijn eerste keer dat ik hier ben, maar ik vind het hartstikke gaaf om te kijken. Ik ben zelf ook wel fan van auto's, maar hier zie je, ja, er is toch een heel ander segment ook. En het zand spoelt gewoon weer uit je ogen, toch? Ja, dat was wel eerlijk tot op het begin. Nou, wat je ziet, nou zijn ze de hele baan en ze gewaterd. Dus ik denk dat straks wel een stuk beter gaan zijn met het zand. Ik zat op de brommer, op de Honda. En had je een kans? Ja, totdat ik viel. Toen zat mijn uitlaat tegen mijn wiel en toen ging het niet meer. Heb je de wegenwacht nog gebeld? Nee, die kwamen niet, helaas. En is het te repareren zodat je de volgende cross weer mee kan doen? Ja, ik heb hem gerepareerd. Dus straks kan ik weer mee. Het is een Jupiler kar. En die zet geen Jupiler in die tankwagen, zet gewoon Heineken in. Dan spuit men over de baan dat het een beetje droog wordt tegen het stof.